Château La Confrérie behoort tot een van de oudste wijnhuizen van Yves Olmeau. Vanaf 1914 neemt hij de leiding van zijn vader over. Door op zijn fiets de wijngaarden van Bordeaux te bezoeken op zoek naar de beste en nieuwste wijnen, schrijft hij geschiedenis. Hij wordt ook wel le découvreur de Bordeaux genoemd, wat de ontdekker van de Bordeaux betekent. Deze granaatrode wijn laat geuren van gerijpt rood fruit en kruiden zien. De frisse smaak laat wat kruidigheid en hout zien. Daarnaast herken je ook het rijpe fruit van de Cabernet Sauvignon. De fruitige aftronk blijft aangenaam lang doorgaan. Deze wijn zoekt graag de combinatie met gerechten van gevogelte, pasta, diverse tapas en varkensvlees. Op je gezondheid!